Partycentrum De Meijert is verwoest. In het zalencomplex in Meidrecht brak in de vroege zondagochtend brand uit. Het vuur begon aan de achterzijde van het pand. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat de uitslaande vlammen niks van het complex overlieten. In het pand zou geen asbest zitten. Ook het woongedeelte is afgebrand. De twee mensen die daar verbleven zijn op tijd in veiligheid gebracht. Meetploegen houden in de gaten of de rook giftige stoffen bevat. De brandweer roept mensen op om uit de rook te blijven en eventueel ramen en deuren te sluiten. Vorig jaar werd een deel van de bedrijfsconstructie van De Meijert failliet verklaard. Sindsdien baat iemand anders het complex uit. Over de oorzaak van de brand is nu nog niets duidelijk. De brandweer houdt in deze fase nog met alles rekening, ook brandstichting. Onderzoek moet meer duidelijkheid geven. Kijk voor het laatste nieuws op onze website 0297.nl.